Zoals jullie doorhebben, lopen we een klein beetje uit. We hadden, dachten we, heel erg ruim gepland, doordat we maar een half uurtje nodig dachten te hebben voor de wandeling. Dat is dus ietsjes meer geworden. Maar ik hoop dat jullie het heel erg leuk hebben gevonden. En ik hoop dat jullie ook een klein beetje hebben begrepen waarom we dit zijn gestart hier in Leiden-Noord. Vanuit allemaal clubs en verenigingen die hier zitten. En vanuit bewoners. Simpelweg vanuit het idee dat we denken, het kan toch ook wel echt een heel stuk mooier en beter dan dat het is. Niet dat het nu slecht is, maar we moeten wel misschien een beetje voor waken, denken wij, dat we het wat minder goed maken. En dat kan volgens ons als we dus ook slim bouwen. Maar nu zitten wij niet in de politiek en zijn wij gewoon maar mensen die hier wonen en actief zijn. Dus we dachten, hoe leuk is het dan om dan juist voor alle, van alle politieke partijen die nu in de race zijn om onze stem, hun visie te laten geven op Leiden-Noord en op de toekomst van Leiden-Noord. En daarbij zullen ze dan ook af en toe kritisch bevragen natuurlijk. Dat gaan we nu doen. We gaan dat doen in 3 rondes. Althans, dat was de oorspronkelijke opzet. Maar we lopen een klein beetje uit in de tijd. Die tijd gaan we gewoon inhalen. Dus we zijn om 6 uur echt klaar. Al is het maar omdat een merendeel van jullie ook weer door moet naar een volgend debat. We gaan even kijken hoe we dan improviseren. Maar dat merken jullie dan wel gaandeweg. En als jullie denken, ja, wat een chaos is dit, dan komt het dus dat we dus een klein beetje hebben moeten improviseren. Maar we gaan het sowieso, we beginnen wel echt met de vraag wat de visie is van de politieke partijen die hier zijn op Leiden, op de toekomst van Leiden-Noord. En nou, ons verzoek is eigenlijk of jullie alle one-liners en soundbites achterwege willen laten, maar gewoon echt willen aangeven waarom je nou iets vindt over die toekomst van Leiden-Noord. Daar zijn we eigenlijk echt heel erg in geïnteresseerd, als bewoners en mensen die hier actief zijn. En dat gaan we doen in kleine groepjes. Steeds van 3 of 4 politici die we dan even naar voren vragen. En nou ja, het wijst zich eigenlijk vanzelf. En de eerste met politici die we naar voren willen vragen, dat zijn Francine Zegholt van D66. Wil jij naar voren komen? Ja. Marcel Terlouw van Klimaatactie Nu. En Anne Dirks van de SP. En dat wordt een beetje schipperen. Ja, sorry dat we daar niet over na hadden gedacht. Ja. Ja. En Pieter Krol van de ChristenUnie. Ja. Dus we hebben hier D66, ChristenUnie, SP en Klimaatactie Nu. Er zijn 2 microfoons, dat zijn meteen de spelregels. Dat zijn die met die oranje. Ja. En jullie zullen meteen vanaf het allereerste begin moeten samenwerken. Omdat die microfoons het niet doen als jullie ze alle 2 tegelijkertijd indrukken. Dat is fijn voor jullie systeem. Ja, dus we kunnen meteen een beetje zien wat voor coalities hier langzaamaan misschien uit kunnen voortkomen. Maar jullie krijgen eerst een minuut beschermde spreektijd, om het zo te zeggen, om kort jullie visie op de toekomst van Leiden-Noord weer te geven. Dat zullen we gewoon om en om doen. En daarna is er even kort de reactie of de gelegenheid om op elkaar te reageren. En daarna is er ook nog ruimte voor, nou ja, het ligt een beetje aan de tijd, maar 1 vraag uit het publiek. Ja? Francine, mag ik aan jou vragen om af te trappen met jou of jullie visie van D66 op de toekomst van Leiden-Noord? Dankjewel, Anton. Jullie horen mij. Om tijd te winnen, ja, Leiden-Noord verdient het, want in 1 minuut kom je natuurlijk alleen maar op soundbites uit. En dat is ook helemaal niet erg, want ze zijn heel erg gemeend. En het feit dat recentelijk, unaniem, de ontwikkelsperspectief Leiden-Noord is aangenomen, zegt wat D66 betreft alles. Tot zover. En, maar als ik dan meteen even mag vragen, wat zegt dat dan? Alles. Alles. Ja. Nee, dat we natuurlijk een ontwikkelperspectief maken, hè, waarbij je kijkt naar een gebied, in dit geval Leiden-Noord, hè, tot 2040. Dat is natuurlijk niet iets wat je zeg maar op een achternamiddag maakt. Daar steek je heel veel energie en tijd in. Eerst van het ambtelijk apparaat samen met jullie. Op heel veel momenten, en natuurlijk niet misschien u specifiek en u specifiek, maar er is wel heel veel met alle soorten mensen, verenigingen, samenwerkingen, weet ik hoe het allemaal heet, uit de buurt is er gepraat. En het ontwikkelperspectief heeft er ook toe geleid dat jullie in beweging zijn gekomen met iets wat ik echt prachtig vind. En volgens mij is dat ook zoals het moet gaan werken. Dankjewel. Marcel. Wil jij van de Klimaatactie Nu jullie visie dan even kort geven? Ja, dankjewel.
Nou, over het klimaat zal ik het vandaag niet hebben, want dat is fantastisch. Maar als je dan hier rondloopt en ik zie die borden staan, dan zie ik dat eigenlijk als de witte vellen papier waar eigenlijk de gemeente mee de buurt erin moet om te gaan vragen hoe gaan we deze buurt ontwikkelen. En ik zie hier echt fantastische voorbeelden van hoe het moet. Het moet vanuit de buurt komen. En op het moment dat mensen in een buurt enthousiast worden, dan willen ze ook verduurzamen. Dan willen mensen meewerken aan een mooie omgeving. En dat is wat ik het belangrijkst vind. En er moet natuurlijk een aantal problemen opgelost worden. Zoals de Willende Zwijgenlaan. Nou ja, daar ligt een heel mooi voorstel voor. Een aantal woningen hier die heel erg aangepakt moeten worden. Maar ook daar moeten we over na gaan denken. Van wie hebben we hier woningen nodig? Ik denk dat hier voor ouderen gebouwd moet gaan worden. Mensen die misschien in huizen wonen, die kleiner willen gaan wonen. Maar ook daar moeten we met de buurt samen uitzien te komen. En dat is wat we willen. En op het moment dat iedereen aan het woord komt, iedereen kan meepraten, dan komt het uiteindelijk ook met dat klimaat wel goed. Want iedereen is dan betrokken. Iedereen wil dan echt voor de toekomst iets doen. En dat is waar het om gaat. Dankjewel. Ja, ik hoor je af en toe al een paar dingen zeggen over het hoe. Dat is ook vooral in de volgende ronde. Dus we gaan dan meteen even snel door naar Han Dirks. Han Dirks, wat is eigenlijk het idee van de SP voor Leiden-Noord? Nou, laat ik eerst zeggen, fijn dat ik hier weer kan zijn. Ik heb 10 jaar bijna in de Prinsessenbuurt gewoond. En ik vind Leiden-Noord een prachtige wijk met heel veel verschillende mensen. Mensen waar het heel goed mee gaat, maar ook mensen die het wat moeilijker hebben. En ik zie juist die verbinding. Dat vind ik heel bijzonder. En voor de toekomst van Leiden-Noord kan het alleen maar op het moment dat al die verschillende mensen aan het woord komen en echt die zeggenschap hebben die ze verdienen. En wat dat betreft heeft het afgelopen college denk ik daar wel steek laten vallen. Bijvoorbeeld als het gaat over Lied, over de hoogwoontorens. Of als het gaat over het recente plan om nu weer een grondpositie van IJmeren over te doen aan een ontwikkelaar. Je moet je afvragen, voor wie ga je nou bouwen? Het moet betaalbaar zijn, want dat vraagt gewoon Leiden-Noord. En dat is denk ik het belangrijkste waar we voor staan vanuit de SP. En wat dat betreft droom ik ook heel graag verder mee. Want heel veel dank voor dit initiatief. Voor de toekomst van Leiden-Noord. En ik hoop echt van harte dat het een nog veel mooiere wijk is dan het nu al is. Dankjewel. Pieter Krol van de ChristenUnie. Hoe kijken jullie tegen Leiden-Noord en de toekomst van Leiden-Noord aan? Ja, dankjewel. En allereerst dank voor de uitnodiging. Wat heerlijk om buiten met elkaar te kunnen debatteren en vooraf te gaan aan een rondleiding. Dus iets dichterbij inderdaad. Dat is echt uniek. Heel prettig. Volgens mij is de kracht van de wijk ook direct de uitdaging van de wijk. Ik heb zelf lang in De Kooi gewoond en woon nu even verderop hier in de Meerenwijk. En ik zeg denk ik niet zoveel nieuws dat als wanneer je in De Kooi woont, dat voelt heel ver eigenlijk vanaf wanneer je in Groenoord woont. Dus volgens mij zit de uitdaging voor de wijk erin. Hoe creëren we daar verbinding? Dus dat gaat dan over hoe we de stad inrichten, maar ook in sociaal-maatschappelijk opzicht vind ik dat belangrijk. Dus dat betekent dat er wat mij betreft op een aantal plekken echt meer mogelijkheden moeten zijn om elkaar te kunnen ontmoeten. Meer mogelijkheden om te sporten. Ik vind dat zeker in... Je moet van die knop afblijven. Ja. Gaat het zo beter? Ja, dat denk ik wel. Ja. Zeker in het Noorderkwartier en De Kooi mis ik die plekken echt. Nou, en dan het bouwen, want daar ontkomen we niet aan. Jullie wonen hier langs de Willem de Zwijgenlaan. En we hebben in de gemeenteraad met elkaar bedacht, waar kunnen we woningen gaan realiseren in de komende jaren? Rondom OV-knooppunten hebben we gezegd en rond Uithalswegen. Dat zijn op zich de logische plekken. Maar de ChristenUnie zegt daarbij wel, bouwen, dat is gewoon nooit de oplossing. Bouwen moet wat mij betreft gaan over bouwen aan gemeenschappen. Dus hoe creëren we met elkaar een diverse wijk, een diverse stad? En dat gaat niet goed als we hier alleen maar woontorens bouwen van 115 meter hoog. Daar heeft de gemeente zich geen betrouwbare partner getoond in de richting van de inwoners. Want dat betekent namelijk, de gemeente zich
niet houdt aan zijn eigen regels rondom hoogbouw. Dat begrijp ik niet. Nou, als ik daar dan even een brugje mag maken naar Francine. Ja, Francine, ik kan er ook niks aan doen dat je dan met drie oppositiepartijen dan hier als enige coalitiepartij dan aan tafel staat. Daar kan ik eigenlijk wel wat aan doen, maar daar heb ik niet over nagedacht. Ja. Nee, dat is waar. Dat is bedacht. Maar er worden wel eventjes tussendoor, tussen neus en lippen door, natuurlijk twee dingen gezegd. Hè? De SP zegt, ja, dat lied, dat kan eigenlijk niet. En Pieter, die er toch wel uitziet als een vriendelijke jongen, zegt toch ook een beetje onaardige dingen over het college. Deze periode van de afloop. Jazeker, ja. Ja. Maar zou je daar dan kort op kunnen reageren? Als je... Het zijn zeker geen onaardige dingen. Blijf je uitgeven. Ja, nu dus afblijven. Ja. Ja, ik wou zeggen, neem even die van mij, maar dat is eigenlijk een basisfout 1, hè? Omdat je... Ja. Test. Ja, dank Oké, het zijn zeker geen onaardige jongens. Ik zou eerder zeggen, hele aardige man, hoewel ik Pieter iets beter ken dan jou. Dat gaat misschien nog veranderen. En ik ben ook vol, ook al ben ik van D66 en dus ook tot aan 16 maart een coalitiepartij. Missionair en daarna demissionair. Ik ben overal best een aardig meisje. Ik kom uit Twente. Daar heb je helemaal geen hoogbouw. Heel even dan even. Ja. Want, ja, okay. Nee, maar ja. Wat jou zegt, ja. Jij. Nee, ja, dat is wel waar. Maar ik zit ondertussen ook op de klok. Ja, dus maar ja, nou heb ik even meer voor. Ja, we zijn inderdaad voor Lied. Het gaat niet over alleen maar hoogbouw, zoals Pieter Krol suggereert. Er is inderdaad één plek aangewezen voor hoogbouw. En ik denk dat er meer dan genoeg ruimte hier is om anders bouw ook te realiseren. En daar wil ik het bij laten. Dankjewel. Nou, dat is echt meteen de afsluitende opmerking, want dan gaan we door naar het volgende groepje. Ja? Ja, nou ja, juist zo'n project Lied zit op de deur. Ze heeft hem uitgezet. Juist zo'n project Lied zet de deur na andere hoogbouwprojecten natuurlijk wagenwijd open. En het kan niet zo zijn. Wat mij betreft gaan deze verkiezingen ook over vertrouwen. En we zien in de afgelopen jaren, dat zien we in uw buurt, maar we zien het overal, dat de overheid een heel aantal mensen in de steek heeft gelaten. En dat wordt deels gecreëerd door de vele bouwprojecten die we hebben en bijbehorende participatieprojecten die gewoon niet deugen. En dan is het ontzettend belangrijk dat je als gemeente helder bent over wat er wel kan en wat er niet kan. En als je dan afspreekt met elkaar dat je maximaal tot 70 meter kan bouwen, dan is het niet uit te leggen dat het hoger is. Of dat je met elkaar afspreekt dat je een maximaal aantal parkeerplekken moet realiseren voor iedere woning die je bouwt. En dan is het niet uit te leggen als je daar ineens van afwijkt. Dat is heel erg ondermijnend voor het vertrouwen wat mensen hebben in de overheid. En dat is volgens mij de uitdaging van onze tijd, om dat te herstellen. Dankjewel. Ja, ik begrijp dat je misschien nog wel... Nou, dankjewel. Nee, ik ben... Ja, heel goed. Dat wordt dan meteen het volgende groepje. Heel erg bedankt voor jullie. Jullie komen straks ook weer in een andere samenstelling weer terug aan tafel. Het volgende mensen die ik graag naar voren wil brengen, vragen is Tobias Sandoval Garcia van het CDA. Alex Frizo van GroenLinks. Thijs Vos van Partij Sleutelstad. En Priti Rana van Leiden Participeert. Doe maar, ja, dat is misschien makkelijker, want die ander, precies, ja. Tobias, zullen we met jou aftrappen? Wat is de visie van het CDA op de toekomst van Leiden-Noord? Kort en krachtig, alsjeblieft. Kort en krachtig, gaan we dat doen. Ik heb twee punten. Eén punt is over het hier en nu. Ik denk een quick win voor Leiden-Noord. Ik heb zelf een tijdje bij de Vrije School Maarland gewoond in de buurt. Ik vind het hier heel erg versteend. Dat kan volgens mij een stuk groener. Dus stoeptegel eruit, plantje erin. Ten tweede ook het beheer en onderhoud kan volgens mij in Leiden-Noord een stuk beter. Dus dat even voor nu en voor de ontwikkelperspectief voor de komende paar jaar. Er worden hier uit mijn hoofd gezegd enkele duizenden woningen bijgebouwd. Er komen enkele duizenden mensen bij. Volgens mij, en daar staan wel CDA's zijn ook voor, wil je een bijsamenleving. En dat betekent dat je ook voorzieningen erbij bouwt. Gymzalen waar kinderen kunnen sporten, gemeenschapruimtes waar mensen kunnen samenkomen. En niet alleen maar hoge woontorens neerplemt. Waar je alleen in kan wonen en met je fietsje naar het station kan om naar het werk te gaan. Maar wil je meer? Je wil een gemeenschap bouwen en daar staan wij voor. Dank je wel. Korte krachten? Je zeker weten. Ja. Alex Frizo van GroenLinks. Ja, dankjewel. Al veel goede dingen gehoord, maar inderdaad, Leiden-Noord kan een stuk groener. En het mooie is, dat is ook al aan het gebeuren. Als je bijvoorbeeld door het Noorderkwartier loopt, dan zie je dat de straten daar de afgelopen periode zichtbaar vergroend zijn. Zo pakken we de wijken één voor één aan. Het moet dus ook in de andere buurten van Leiden-Noord gaan gebeuren. En dat kan ook alleen maar als je
iets minder ruimte voor de auto maakt, zeg ik ook, richting meneer Krol. Dus dat betekent ook dat je bij nieuwbouw soms zegt, wij gaan minder parkeerplaatsen bouwen. En dan kun je ook meer mensen kwijt. En dan kiezen mensen die daar gaan wonen ook bewust ervoor om daar alleen maar met de fiets of met het OV terecht te kunnen. Dus ja, vergroenen. En er moeten ook woningen bij komen. En dat kan heel erg hand in hand gaan. Er zijn hier heel wat plekken die op de rol staan om daar woningbouw neer te zetten. We moeten inderdaad nadenken, wat voor woningen moeten dat zijn? Nou, dankzij GroenLinks bouwen we nu veel meer sociaal, veel meer betaalbaar. Dat moeten we ook hier in Leiden-Noord doen. Maar Leiden-Noord moet ook een gemengde buurt blijven in de toekomst. Dus ja, het is ook prima om daar koopwoningen neer te zetten. En wat dat betreft vind ik het ook helemaal niet zo erg dat een project als LEED, wat niet door GroenLinks bedacht is, maar hebben we wel akkoord aangegeven, dat daar heel erg die combinatie is van sociale huurwoningen, maar ook een hoger segment. Want ik denk dat het goed is voor de buurt. Als een hoger segment bedoel je dan ook vooral... Nee, ik bedoel... Het is best wel echt heel hoog, hè, voor de mensen hier. Ja. Ah, zijn absoluut heel hoog. En ik denk dat mensen die balen... Maar dat is toch eigenlijk niet helemaal des GroenLinks, toch? Om zo'n hoge kolos neer te zetten. Ja, ik heb in de raad toen ook gezegd, als wij het plan van tevoren hadden mogen ontwerpen, hadden we er anders uitgezien. Maar wij krijgen een voorstel voorgeschoteld, deels uit de vorige periode. En wij vinden dan niet dat we de richting naar woningzoekende stad ook kunnen verkopen om te zeggen, weg ermee. We hebben het naar onze hand geprobeerd te zetten. Het is linkser geworden, het is groener geworden. Het is geen GroenLinks plan geworden, maar het is wel erop vooruit gegaan. En ja, wij blijven niet aan de zijlijn staan. We pakken wel onze verantwoordelijkheid. En we bouwen wel die woningen en we vergroenen ook de wijken. Maar nu in de afgelopen periode zijn jullie wel verantwoordelijk geweest natuurlijk voor wat hier allemaal gebeurt. Nu is net dat IJmeren terrein verkocht aan de BAM. Vinden jullie dan wel oké dat, of vinden jullie dan, omdat nu ben je wel verantwoordelijk geweest, maar dat gaat dan niet helemaal zo de hoogte in, of dat ook? Volgens mij niet. Wij zijn helaas niet verantwoordelijk wethouder op bouwen mogen leveren. Dus die hebben ook wel eens af en toe achter de broek moeten zitten om te zeggen, vergroen meer, vraag ook meer voor ontwikkelaars. Gaat soms nog met wat moeite, maar wij vinden, heel lang is hier de rode loper uitgelegd aan ontwikkelaars van, oh, kom maar alsjeblieft bouwen. Dus echt wel een omslag geweest van, we gaan eerst meer visie ontwikkelen en we gaan ontwikkelaars ook vragen om een bijdrage te leveren aan de stad. Als je hier wil bouwen, kun je een mooie boterham verdienen, maar dan moet je ook vergroenen, moet je ook iets regelen voor de mensen die hier al wonen, dat die er iets van voelen. En op dat IJmeren terrein, nou ja, dat moet nog volgens mij helemaal vormgegeven worden wat daar gaat komen. Maar qua hoogbouw is er heel duidelijk vastgelegd 4 locaties in de stad waar echt hoogbouw kan komen. En voor de rest ook niet. En daar houden we ons aan. Oké. Okay. Britti Lane. Rane, sorry. Ja, dankjewel. Je hebt me niet uitgezet, dankjewel. Van Leiden participeert. Van Leiden participeert, inderdaad. Ik heb vanmiddag al heel veel gehoord over bouwen. En over een visie die was aangenomen, unaniem. Maar wat ik nou ook in de uitnodiging las, was dat we inderdaad hele mooie bouwplannen hebben voor Leiden-Noord. En dat mensen zich ook zorgen maken over die bouwplannen. En wat betekent dat nou voor ons? En dat is precies waar Leiden Participeert voor staat. Wat wij graag willen voor Leiden-Noord, is dat jullie een mooie groene, fijne en veilige Leiden-Noord hebben. Voor jullie. Voor vandaag, maar ook voor de toekomst. En hoe zorg je nou voor dat al die mensen die hier vandaag zijn, maar ook in de wijken wonen, goed worden meegenomen? Dat doe je door participatie. Hele mooie dingen over participatie gezegd. Weinig van gezien de afgelopen 4 jaar. Dat is waarom Leiden Participeert is opgestaan. Uit de pijn van LEED. Uit de pijn van andere wijken. Waar mensen naar ons toe zijn gekomen en hebben aangegeven. Wij zijn boos. Wij vinden niet dat burgers boos moeten worden. Of zo ver geduwd moeten worden in de frustratie. Dat ze dan pas actie gaan nemen. Mensen moeten aan de voorkant worden meegenomen. Organisaties, wat nou wijkverenigingen zijn. Scholen, ondernemers, mensen die hier wonen. Die moeten samen de toekomstvisie maken voor Leiden. Als ik je dan heel even onderbreek, want dit gaat al heel erg over het hoe. Maar zeg je daarmee uiteindelijk ook, zeg maar, nou, het hoe staat voor ons niet per se vast, maar dat is wat we samen met de mensen willen hebben. Jazeker. Ja, soms kom ik nog even. Precies. Ik kom zo nog in de tweede ronde terug. Ja, oké. Okay, nee, dankjewel. Ja. Nee, dat is goed. Dan snappen we dat, zeg maar, dus dat hier een open visie ligt, zeg maar, die je dus vooral samen met de mensen wil vaststellen. Dankjewel. Ja. Dan, of je, ja, precies. Dat is Thijs Vos van Partij Sleutelstad. Ja, dankjewel. Mijn buren die hebben al mooie woorden gezegd. Wat voor Partij Sleutelstad altijd het belangrijkste is, dat wij ontwikkelingen van een buurt samen met u doen. Dus dat betekent dat u daar inspraak en zeggenschap over heeft. We komen natuurlijk straks nog op terug. Maar er zijn ook nog een aantal andere zaken die ik wil aanstippen over Leiden-Noord. Het eerste is dat we vinden dat moet inderdaad gebouwd worden. Dat moet dan wel betaalbaar zijn. En het moet passen binnen de buurt. Dat betekent bijvoorbeeld dat de Liedtorens die gaan verrijzen aan de Willem de Zwijgerlaan. Dat is dus echt iets wat Partij Sleutelstad verkeerd vindt. Wij vinden dat er geen extreem hoogbouw van boven de 70 meter mag komen, want dat past gewoon niet binnen de stad. Is niet duurzaam en is vaak ook duurbouw.
Daarnaast werd ook de ontwikkeling van het Noorderkwartier genoemd door GroenLinks. Dat is inderdaad een mooi plan, want er komt meer groen, meer verkeersveiligheid. En wij als partij Sleutelstad ook voorgestemd. Er is op dat vlak wel één zorg, en dat speelt natuurlijk ook breder in Leiden-Noord. En dat is natuurlijk parkeren. Want veel mensen hebben gewoon een auto nodig. En daarvoor moeten ook voldoende faciliteiten zijn voor bewoners. En dat is wel iets waar wij ons zorgen om maken. In het Noorderkwartier stijgt bijvoorbeeld de parkeerdruk naar 84%. Dat is maar 1% onder de toegestane parkeerdruk. En dan zijn er ook nog eens voornemens om dat wellicht nog verder op te schroeven om nog meer plaatsen te schaffen. En dat is iets wat wij toch echt te ver vinden gaan. Er moet op dat vlak een pas op de plaats gedaan worden. Dat is even wat Partij Sleutelstad voor punten heeft over Leiden-Noord. Dankjewel. Om toch een klein beetje nog een beetje levende brouwerij te houden, of nog meer levende brouwerij zou je kunnen, is er iemand die graag een vraag wil stellen uit het publiek? Niemand? Ja? Ja, graag. Ik zal hem even zo vertellen tegen de mensen. Wat zeggen we? Ik hoor iedereen over parkeerproblemen te praten, maar iedereen gaat bijvoorbeeld half 8:30 de deur uit van werk te gaan met een auto. Dan gaat het daar vast staan als er daar 5000 mensen bij komen. Hoe gaan jullie dat oplossen? Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk, als ik hem even zo mag vertalen, zeg maar, er komen 5000 mensen bij. Hoe gaan we dat oplossen met de bereikbaarheid van de wijk? Ja. Wie mag ik daarvoor? Twee mensen mogen er kort op reageren, dat is het. Ja? Dat is goed. Ja. Ja. Nee, maar dat is precies het punt dat ik eigenlijk ook zo meteen de tweede ronde wilde noemen. Bereikbaarheid. Want je zet niet zomaar even 5000 woningen ergens neer. Je moet nadenken, het is niet gewoon woningjes neerzetten. Het is hoe ga je naar je werk, het is leefbaarheid en ook nog biodiversiteit. Je wil ook nog iets groens hebben om naar uit te kijken. Dus dat is precies wat je in de toekomstvisie moet meenemen. Dus ik hoor steeds over een andere visie die vorig jaar was aangenomen. Ik ben nog geen raadslid, hè, dus ik heb niet meegedaan aan. Maar dat vind ik dus interessant. We nemen een visie aan, we gaan 5000 woningen hierbij doen. En hoe dan? Dat is precies waarom ik even naar de voorkant wil, wat ik net zei, die open visie hier maken. Want dit is precies de vraag die we met z'n allen moeten beantwoorden. En misschien zegt mijn buurman zo meteen geen auto's. Weet je, niet iedereen kan op de fiets naar werk. We hebben ook gewoon loodgieters. Als we dan heel even aannemen dat dat de reactie van je buurman zou zijn, wil jij dan ook nog wat zeggen, Tobias, of niet? Van het CDA? Nee, ja, dat is een flauw grapje, dat begrijp ik, maar ik kan er maar twee het woord geven. Tobias, wil jij dan ook nog kort reageren? Ja. Nou ja, heel kort, een heel terecht punt. En volgens mij is het zaak dat als die woningen uiteindelijk allemaal echt gaan komen, dat je je moet naar innovatieve oplossingen gaan kijken, anders dan kan het niet. Hè? Dus dan bijvoorbeeld ondertunneling, en ook in gesprekken met het Rijk, van nou, wat kunnen we hier op de Willem de Zwijger voor elkaar betekenen? Want ja, je moet iets. Want inderdaad, wat je zegt, dat staat gewoon vast dan. Dat hebben we als CDA zijn ook altijd gezegd, maar ja. Nou, dan geef dan nog heel even de microfoon aan Alex, want dan van GroenLinks, want ik zou natuurlijk de laatste willen zijn die GroenLinks kort. Wil je nog kort reageren of wil je zeggen, nee, laat deze weer. Ja. Ik wil best reageren hoor, want die meneer vroeg volgens mij om oplossingen en die oplossingen heb ik nog niet gehoord. Alleen maar meer problemen, terwijl we het ook allemaal over eens zijn dat we die woningen wel nodig hebben. Dus ja, het kan, maar je moet er inderdaad goed over nadenken. En ik snap dat LEED niet populair is. Als je die hoge torens niet wil, dan is dat gewoon balen. Maar je merkt wel, als zo'n bouwplan gemaakt wordt, dan gaat er ook de hele verkeersafwikkeling bekeken worden. Bij LEED is er heel bewust voor gekozen. Mensen die daar gaan wonen, die hebben niet zo heel veel kans op een parkeerplaats. Dus het is maar voor een deel van de bewoners een parkeerplaats. Een deel zal met de fiets moeten gaan. En dat houdt ook de wijken eromheen autovrij. Want die mensen krijgen bijvoorbeeld niet een parkeervergunning om in de wijk eromheen te gaan staan. Dus op die manier zorg je wel dat voor mensen die er nu al wonen, dat die in elk geval geen last hebben van auto's van nieuwe bewoners. Nou, dat is een voorbeeld. Dus per bouwplan wordt er dan echt wel een plan gemaakt hoe het zit met de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid. En wat ons betreft moet je inderdaad fietsen super aantrekkelijk maken, goede OV-verbindingen aanleggen. En natuurlijk zijn er dan nog steeds mensen die een auto nodig hebben. En dat kan ook gewoon. Zoals de heer Vos al aangaf, we halen parkeerplaatsen alleen maar weg tot een bepaalde norm. En dat betekent dus dat er nog altijd een heel deel leeg staat. Die 85% die u noemt, betekent dat op het allerdrukste moment nog steeds 15% in de buurt niet gebruikt is. En dan zeggen we, ja, okay, dat kun je beter gebruiken om speelplaatsen of groen te creëren. Ja, nou, ik zie je, dat was mijn inschatting van net toch helemaal zo gek nog niet. Dan gaan we nu door naar de volgende groep. En dat is Abdelak Yemoumi van de Partij van de Arbeid. Harbert van de Kaap van de Partij van de Dieren, voor de dieren. En Eliane Wijnands van de Studenten voor Leiden. Ja, zullen we dan meteen met jou beginnen? Je bent tenslotte ook een nieuw kid on the block. Dus we zijn heel benieuwd wat jij dan van Leiden-Noord vindt.
zeker. Ja, hij staat aan. We staan voor ontzettend grote uitdagingen de komende tijd. Bijvoorbeeld de wooncrisis en de klimaatcrisis, maar ook gewoon een ruimtecrisis die we hier hebben in Leiden. En dat betekent dat we heel goed moeten kijken naar hoe we met deze ruimte omgaan. En hoe we deze verschillende uitdagingen het beste kunnen aanpakken. En Studenten voor Leiden vindt daarbij het ontzettend belangrijk om met jullie daar in gesprek te gaan. Met de wijkverenigingen die daar veel over weten. Met de organisaties die betrokken zijn. Maar we hebben natuurlijk ook bepaalde prioriteiten hier. En voor ons is dat wel echt kijken naar hoe je kunt zorgen dat er genoeg groen blijft. Maar hoe je ook kunt zorgen dat er mensen kunnen wonen. Wij sluiten ons aan bij het feit dat er niet hoger dan 70 meter gebouwd moet worden. En dat er altijd gekeken naar moet worden naar de visie van de bewoners eromheen. Wat zijn jullie plannen voor deze ruimte? Wat willen jullie dat hier komt? Op welke manier willen jullie dat er groen komt? En kijken hoe kunnen we ruimtes dubbel benutten. Bijvoorbeeld ondergrondse parkeerplaatsen. En groen combineren met plekken om samen te komen. Groen lijkt me een mooi bruggetje naar je buurman van de Partij voor de Dieren. Harbert van de Kaap, ja, wat is jouw visie of jullie visie op Leiden Noord? Ik heb al een paar rare dingen gehoord. Ik hoorde dan het ontwikkelperspectief zegt alles. En dat is natuurlijk ook een beetje het probleem. Dat alles al vast ligt en de buurt dan nog maar in de marge kan invullen. Daarom spreken we dat wel aan, wat we moeten gaan doen. Samen met de wijk kijken hoe we willen leven. En er is natuurlijk al veel gebeurd hier. Leed is jullie door de strot geduwd. Het wordt wel gezegd, het is geen GroenLinks plan. En er staat echt GroenLinks op die toren. We hebben herhaaldelijk voorgesteld om het te beperken tot 70 meter. Dat wil zeggen dat je dus niet zegt van geen hoogbouw, maar beperk het dan tot 70 meter. We hebben een aantal keren voorgesteld met andere partijen, allemaal weggestemd. Dus het staat er wel op. GroenLinks staat erop en D66 staat erop. Wat we wel willen in deze wijk is dat we het groen moeten beschermen. Het groen is belangrijk, zeker als er zoveel mensen bij komen. Er moet er ook groen bij komen. En het groen heeft een waarde op zich. Het is niet alleen maar om te recreëren, maar het is ook noodzakelijk om gezond te kunnen leven. Er wonen ook dieren in het groen. Die hebben ook recht op een plek en daar moeten we ook voor zorgen. En als we dan hier gaan bouwen, dan moeten we dat inderdaad slim doen en dan moeten we het groen doen. We moeten daar groene daken, groene gevels, verticale tuinen, om op die manier dan in ieder geval ook nog groen toe te voegen. Dat is noodzakelijk, zeker in Leiden-Noord. Ja, bedankt dat je meteen de microfoon doorgeeft aan je buurman, die overigens, dat weten misschien de meeste mensen hier wel, ook aardse sporen heeft verdiend in dit gedeelte van Leiden-Noord, toch? Mijn begin in Leiden-Noord is toen ik 3 jaar was. Toen ben ik met mijn ouders, of eigenlijk mijn vader was hier al vanaf 1970, ik in 1978 van Leiden gekomen. En in de Charlotte Le Bonhof, als 3-jarig jongetje, daar ben ik begonnen eigenlijk met wonen in Leiden. Ja, en sindsdien ben ik natuurlijk heel erg verliefd op Leiden. We gingen daarna carrière maken, want we gingen naar de J.P. Koenhof. En toen mijn vader verdiende meer geld, wilde hij toch weer terug naar de Charlotte Le Bonhof. En op een gegeven moment naar de Willem de Zwijgelaan. Toen de moskee werd gebouwd, moest hij daar het huis uit. Dus in die zin, vanaf mijn 3e jaar Leiden-Noord, deze wijk ken ik heel erg goed. Tot op heden heb ik heel veel mensen gehoord over bouwen. Nou, die opgave ligt er. Ik ga daar gewoon niet over liegen. De komende jaren, Leiden gaat gewoon groeien. We hebben nu inderdaad het project Leed. Inderdaad, die hoogte is niet normaal. Maar het is ook niet normaal dat we 7-8 jaar wachtlijsten hebben voor mensen om op een huis te wachten. Wat de Partij van de Arbeid betreft, die huizen moeten betaalbaar zijn. We hebben nu 30% sociale woningbouw. Wat ons betreft willen we dat verhogen naar 40% en 40% middenhuur, zodat we dus ook die goede mix krijgen. Want dat is wat hier nodig is in deze wijk. Ik denk dat mensen heel erg trots zijn op de wijk. Ik heb het gisteren nog tegen de corporaties gezegd. Nieuw Leiden is gebouwd. De belofte was dat de mensen uit de Hoge Dorpstraat en de Van Duinstraat en die hele omgeving terug zouden komen. Nou, er is in principe niemand teruggekomen. Niemand is er teruggekomen. We moeten oppassen dat de mensen die hier straks ook inderdaad waarschijnlijk door sloop of nieuwbouw hun huis uit moeten, dat die gewoon wel een terugkeergarantie bijvoorbeeld moeten krijgen. En we moeten zeker zorgen, de barrière van de Willem de Zwijgelaan, dat is echt ook een misser geweest. Dat vind ik echt een misser. De barrière tussen Noord en Zuid, daar moeten we echt wat aan doen. En wat mij betreft, ik ben heel erg trots op de tuin van Noord, wat hier staat. Ik ben er min of meer ook bij betrokken geweest. Dus ik ben echt trots op hoe het hier gaat. Maar u ziet het allemaal om u heen. De wijk is heel divers, maar helaas zie ik die diversiteit niet terug in hoe we hier zullen zijn. Dus wat dat betreft is dat iets wat voor de komende jaren de grote uitdaging zal zijn in Leiden-Noord. Dankjewel.
Harbert, we mogen elkaar tutoreren. Ja. Harbert, zou jij, nou ja, zou jij eens kort willen reageren op de, deze woorden van je buurman van de Partij van de Arbeid? Nou, ik ben met hem eens dat we 40% sociaal moeten bouwen. Dat willen wij ook. Alleen de realiteit is natuurlijk dat in Leed, wat toch een groot project is hier, ook onder auspiciën van de Partij van de Arbeid, dat daar 20% sociaal is. En bovendien wordt die 20% na 20 jaar ook nog een keer verkocht. Dus ja, dat is echt wat je noemt een kat in de zak. En hoe gaan we dat oplossen als dat opgelost moet worden? Ja, dat is een vraag ook aan je buurman. Nou, dat gaan we dus oplossen door wat we hier gaan bouwen, dat we daar dan inderdaad 40% sociaal gaan bouwen. En ook niet in die vorm dat het na 20 jaar weer verkocht wordt. Oké, okay, dankjewel. Gezien de tijd gaan we nu heel snel door naar de volgende ronde. Ja, dat is een beetje schipperen, maar ja, we willen toch ook heel graag nog horen hoe jullie zeg maar, dan in Leiden-Noord stappen willen maken. En we zijn ook heel erg benieuwd wat voor rol dan bewoners, organisaties, clubs, verenigingen en nou ja, wij allemaal daar eventueel in kunnen spelen. Dus ik wil dan voor deze ronde, voor de volgende ronde, dan Alex Friso van GroenLinks uitnodigen. Han Dirks, Pieter Krol en Priti Rana. Dus dan hebben we hier GroenLinks, SP, ChristenUnie en Leiden Participeert. Ja, dat mag naast staan. Dat is wel een goed centrum, ja, zeker. En Alex, ik wil graag beginnen met GroenLinks. Hoe ziet GroenLinks nou voor zich hoe we hier in Leiden-Noord ook die toekomst vormgeven? Is dat vooral iets wat het stadsbestuur gaat doen? Of ga je dat, nou ja, wat is dan de rol van burgers daarin? En wanneer wil je ook de rekening pakken? Wil je die uitstellen tot over een jaar of 10 als er dan eenmaal gebouwd? Of wil je vooral die rekening nu nemen en investeren in, nou ja, in deze wijk? Moet je even nog uitleggen wat je bedoelt met de rekening? Nou, begin dan eerst eventjes met die vraag wat je dan met hoe je wil samenwerken met burgers en hoe je dan hier verder, dan parkeren we die even voor een klein stukje verder. Nou, dat is goed. Ik noemde net al de vorige ronde, hè. Tot voor kort ging het zo in Leiden dat, nou ja, ontwikkelaars ongeveer gesmeekt werden om iets te bouwen. En daar zijn we echt wel een switch in aan het maken. Wat ons betreft kan er nog veel meer gevraagd worden. Maar het is nu veel meer zo, we bepalen met elkaar wat er moet gebeuren. En ontwikkelaars kunnen binnen die regels... En wie is dan elkaar? Ja, daar kom ik op. Daar ging mijn zin naartoe. Ontwikkelaars kunnen binnen die regels hun projecten neerzetten en hun brood verdienen. En wij met elkaar, dat is ook echt wij als stad en wij als buurt. Maar ik moet ook zeggen, heel vaak gaat het over participatie. En wat wij vooral ook zien is dat participatie heel vaak gedaan wordt door mensen die er de tijd voor hebben, die er bepaalde belangen al soms hebben in de wijk, die geld hebben om zich erin te kunnen verdiepen. Zeg maar. Als je zeg maar, niet de luxe hebt om die tijd en die energie beschikbaar te hebben, dan blijf je vaak achter. Dus ik vind dat de taak van de gemeente ook echt is, als je participatietrajecten inricht, betrek absoluut iedereen, nodig iedereen uit. Maar ga extra inzetten op stemmen die je normaal gesproken niet hoort. Dat zijn bijvoorbeeld ook jongeren. Die komen ook veel te weinig aan bod. En uiteindelijk moet er altijd een gekozen volksvertegenwoordiging zijn, zeg ik er ook bij, die het algemeen belang in de gaten houdt. Want uiteindelijk moeten we ook stemmen die je niet hoort, zoals toekomstige bewoners van Leiden, moeten ook een plek krijgen in het proces. Maar wel aan het eind. En tot die tijd gebruik alle energie, alle ideeën die er leven, want dat kan echt nog wel wat meer. Ja. Dan je tweede buurman, Pieter Krol van de ChristenUnie. Hoe zien jullie het voor je, zeg maar, dat je hier, nou ja, Leiden-Noord vorm gaat geven? Hoe zou je dat idealiter doen? En de sleutel ligt wat mij betreft bij projectontwikkelaars. Hè. Dat zijn de marktpartijen die voor ons de grote bouwprojecten vormgeven. Mijn collega van GroenLinks zegt, we kunnen meer vragen. En dat ben ik met hem eens. Alleen, wat mij betreft gaat het niet om vragen. Het gaat om eisen. En daar is de gemeente nu veel te laks in. En dat zie je als liberale partij, als D66 en in het vorige college VVD en nu ook GroenLinks aan de knoppen zitten. Dan zie je dat marktpartijen nog te veel ruimte krijgen. En we hebben te maken met een enorme spanning tussen de overheid, tussen de samenleving en tussen die projectontwikkelaars. Dat is een ingewikkelde driehoek. Maar de ChristenUnie zegt, de overheid die is er in eerste instantie om de belangen te dienen van de inwoners. En dat betekent dat we met elkaar hele stevige eisen moeten stellen over wat we dan eisen. Niet vragen, maar eisen van ontwikkelaars. En wie doet dat? Wij, als gemeenteraad en samen met de stad. En als het dan gaat over die bouwprojecten hier, dan betekent het dat je energie-neutraal moet bouwen. Dat betekent het dat ontwikkelaars een bijdrage moeten leveren aan het groen. Want het kan hun grond zijn, maar het is onze ruimte waar ze bouwen.
En dan betekent het ook dat we van ontwikkelaars moeten eisen om mee te helpen voldoende faciliteiten te creëren. Speelfaciliteiten, sportfaciliteiten. Het ging net over de verkeersontsluiting op de Willem de Zwijgenlaan. Het zijn ontwikkelaars die we mee verantwoordelijk moeten maken om te zorgen dat we dat er sprake is van een goede verkeersontsluiting. En dat kan ook, maar dat moeten wij eisen. En dat vraagt politieke moed. En dat is politieke moed die in de afgelopen jaren niet zichtbaar is geweest in dit stadsbestuur. Maar toch, als ik even een vraag wil stellen, want wat we allemaal ook wel een klein beetje hebben gezien, dat als het vaak, dat er ook wel heel veel 1-2'tjes zijn tussen de gemeente en projectontwikkelaar, en dat dan uiteindelijk bewoners heel erg buitenspel staan. Hoe wil je dat dan voorkomen? Nou, dat is nu het grote probleem. En juist hier gaat het mis op het gebied van participatie. Hè. Dan ligt er vaak al een plan. En pas dan worden buurtbewoners gevraagd van, nou ja, denkt u maar mee. Dat is te laat. Dus wij als gemeente moeten veel meer de beweging maken naar mensen toe. Dus wij moeten, ik heb een voorstel gedaan eind vorig jaar in de gemeenteraad. Als er sprake is van bouwprojecten bij u in de buurt, dan wil ik dat de gemeente deur aan deur langs gaat, aanbelt en zegt, weet u eigenlijk wat er speelt? En wilt u daarover meedenken? In het allereerste begin. En niet pas als er een plan ligt. Dat is ook een klein beetje wat je buurman van GroenLinks zegt, hè? Toch? Die pleit uiteindelijk ook voor een klein beetje andere vorm en opzet van burgerparticipatie. Ja, alleen de daden zijn er dus nog niet aan. Want dit doen we niet. Het klinkt als een heel simpel voorbeeld, maar we doen het niet. Ja. En als we het over participeren hebben, ja, dat is natuurlijk een beetje flauw, maar wel heel klein en verleidelijk bruggetje naar je buurvrouw. Zou jij dan dat misschien dan bij de heren kunnen helpen, hoe we dat dan als beste zouden kunnen invullen? Ja, u zult begrijpen dat het echt muziek is natuurlijk. Hè? Dit is gewoon, meneer Krol staat naast me en die vertelt precies het verhaal van Leiden participeert. Namelijk, de overheid is er voor de burger en niet andersom. Dus bedankt, collega. Maar inderdaad, hè, de daden zijn er niet. Het feit dat we nu heel hard moeten nadenken over wat participatie nou is, zegt het allemaal al. Namelijk dat de huidige coalitie en de afgelopen jaren ons hebben laten zien dat mensen helemaal niet weten wat participatie is. We hebben het heel vaak over wijkverenigingen en op de deuren kloppen. Maar kijk nou ook even verder. Hoe organiseren mensen zich in onze wijken? Waar komen ze bijeen? Is het op het sportveld? Of komen mensen in hobbyclubjes bij elkaar? Of in leuke tijdjes? Hoe organiseren mensen zich? En de afgelopen 2 jaar heeft natuurlijk ook diep ingehakt, waardoor mensen niet bij elkaar konden komen. Dus ik denk dat dat ook iets is waar we heel serieus naar moeten kijken. Want wij zeggen ook in ons verkiezingsprogramma op nummer 1, iedereen heeft het recht om gehoord te worden. We zijn niet zomaar opgestaan als Leiden participeert. Want als participatie zo fantastisch was en iedereen begreep wat het was, hoefden wij niet te bestaan. Maar we bestaan wel. En dat heeft een reden, omdat er heel veel pijn in zit. En als we samen naar een visie werken, moet je ook kijken, oké, wat kan dan in een wijk? En wat vinden we dan? We hebben het over toekomstige burgers, ik weet niet wie dat zijn, weet u ook niet. Dus we moeten het doen met de mensen die hier wel vandaag zijn. En dan ook iedereen, hè? En als ik ga de timer af. Ja, dat is niet mijn timer, okay. Maar het is wel, inderdaad, je tijd zat er wel op. Dus als we dan heel eventjes naar je buurman van de SP gaan. Jullie zijn er eigenlijk best goed in van oudsher toch om langs de deur te gaan. Wat zouden ze dan van jullie kunnen leren en wat zouden dan in Leiden-Noord volgens jullie moeten gebeuren? Het is heel simpel. SP'ers zijn volksvertegenwoordigers en dat betekent dat we altijd onderzoek doen voordat we een standpunt bepalen in de gemeenteraad. Dat je mensen opzoekt. Dat je weet dat er sommige groepen mensen meer gehoord worden dan anderen. En dat je daar extra je best voor moet doen om te zorgen dat ook die mensen die misschien van nature niet zo snel hun stem verheffen, toch gehoord worden. En ik denk het belangrijkste is dat het afgelopen stadsbestuur met GroenLinks daar in ieder geval in en D66 ook het hart verpand heeft aan de ontwikkelaars. Waarbij ook de gemeenteraad, hè, de manier waarop we de stad besturen, gewoon helemaal hebben dichtgetimmerd. En de gemeenteraad vervolgens mocht tekenen bij het kruisje zonder dat er inspraak mogelijk was vanuit de buurt. En dat is een groot probleem en dat moet echt fundamenteel anders. De SP wil dat je aan de voorkant van grote ruimtelijke ontwikkelingen zoals hier dan ook in Leiden-Noord gaan gebeuren, dat je daar ruimte hebt als inwoner om je mening te geven en echt zeggenschap te hebben over jouw toekomst. Want het is jouw buurt. En als je dan echt betaalbaar wil bouwen, ga dan niet met een ontwikkelaar in zee. Maar zorg dat die woningcorporaties gewoon sociale huurwoningen kunnen bouwen voor een fatsoenlijke prijs. Hartelijk dank. Dan gaan we deze ronde voor deze groep afronden. En dan gaan we naar de tweede groep. Oh, is het nu al? Ja. Wil je nog wat zeggen tegen de mensen of niet? Dat mag dan wel eventjes als je snel. Ja.
Maar goed, voor de groep bij elkaar staat. Het is niet weglopen, ronkende taal over dat wij ons als D66 op geen enkele manier hebben bekommerd om wat de burger. Ik ben ook gewoon een burger, ik woon ook in een wijk. En, ja, die kijkt zo, maar dat is wel zo. Ik ben natuurlijk ook gewoon een burger. Hè? En ook gemeenteraadslid. Nou, dat hoort ook bij verkiezingsretoriek. Hebben wij niks gedaan aan participatie? Natuurlijk is er van alles gebeurd. Kan het beter? Ja, het kan altijd beter. Zoals alles in ons leven beter kan. Is er veel goed gegaan? Ja, ook. Alleen daar hebben we het nu niet over. Want goed nieuws is geen nieuws. Slecht nieuws. Dat toont en roept. En we gaan na de verkiezingen volop verder. En ik kom heel graag terug met nieuwe raadsleden. Stedelijk ontwikkeling, leefbaarheid en bereikbaarheid. Om hen ook deze mooie rondleiding in dit gesprek te laten doen. Hartelijk dank voor de uitnodiging. En het spijt me ontzettend dat ik moet gaan. Maar ik moet om 7:00 in Nieuwveen zijn. Nou, hartelijk dank. Dan gaan wij snel door met de volgende ronde. Abdelhak, jij moet er ook zo vandoor. Maar, nee, dat wil ze ook niet doen. Mag ik jou naar voren vragen? En dan even kijken hoor. Met Marcel de Lauw, Thijs Vos en Eliane Wijnands. Nou jongens, weet je wat we doen? We moeten ook een beetje, inderdaad, op de tijd. We doen even de anderen die nog niet aan bod zijn geweest, die komen ook dan maar even naar voren. Ja, kan dat? Ja, dan doen we het maar even met z'n vijven. Nou ja, kijk, je ziet dus meteen dat als je burgers dingen laat organiseren, dat dingen dus inderdaad een heleboel misgaat. Ja, maar in dit, ja, ik wou net zeggen, in dat rommelige zit misschien ook een beetje de charme. Ik wil graag beginnen met Klimaatactie Nu. Hoe zien jullie, nee, je hebt gewoon de microfoon, dus dan beginnen we gewoon met jou. Zo soepel zijn we natuurlijk ook alweer. Hoe ziet de PvdA dat hele idee van hoe je hier in Leiden-Noord verder kan komen? Hè? Dus wil je vooral zeggen, hoe willen jullie de komende tijd hier... Nou ja, gaan gedragen. Wat wil je eigenlijk met ons? Nou ja, die participatie. Ik hoorde de oppositiepartijen alsof het allemaal maar ellende is. En het Sodom en Gomorra hier in Leiden. Nou, dat is echt... Neem nou van mij aan. We hebben echt een prachtige stad wat echt heel erg goed gaat. Bijvoorbeeld op sociale woningbouw. We hadden een opgave. We hebben al meer dan 1000 woningen meer gebouwd dan wat gepland was. Dus nogmaals, het is verkiezingsretoriek. Ik hoop dat de meeste mensen hier straks... na deze 16 maart ook nog in Leiden-Noord terugkomen. Dat is denk ik iets wat voor jullie heel erg belangrijk is. Wat wij willen hier in Leiden-Noord, dat is die participatie. En participatie, ik heb dat meerdere mensen gehoord. Het mag gewoon geen versneller van ongelijkheid zijn. We moeten echt zorgen dat iedereen hier in Leiden-Noord mee kan. En hoe wil je dat doen? Dat kan door bijvoorbeeld een manier van participatie aan te passen aan de doelgroep die je hebt. Sommige mensen die hebben behoefte aan post-it memo'tjes. Andere mensen inderdaad, wat Pieter zegt, deur aan deur inderdaad kloppen. En dat hebben we ook gedaan bij dat wijkperspectief, toekomstperspectief Leiden-Noord. Ik was heel trots op dat stuk. Ik ben gelijk naar het participatiegedeelte gegaan. Want bij de wijkvisie Prinsessenbuurt in de vorige periode, ik ben naar de participatie gegaan. Wat las ik? De moskee was niet benaderd. En wat stond er? We konden ze niet bereiken. Nou, ik heb die ambtenaar gebeld. En ik zeg van, jij durft dit neer te zetten, dat jij de moskee niet kon bereiken. Nou, dat was dus een voorbeeld. En daar heeft de wethouder van geleerd. En daar heeft de wijkregister... Als ik je dan toch heel eventjes mag onderbreken. Ja, ze is nou toch weg en het was haar verantwoordelijke wethouder. Maar heel goed is het hier niet gegaan met dat participatieproces. Daarom zijn we uiteindelijk ook dit initiatief gestart. Kijk, dat is misschien toch een klein beetje... Ja, ik moet er natuurlijk een beetje voor waken dat ik niet zelf een participant in het debat heb. Maar wat wij natuurlijk zelf wel een klein... beetje ervaren als burgers en mensen hier van de clubs en de verenigingen, is dat we wel heel veel praten, maar dat er wel eigenlijk niet zo goed naar ons wordt geluisterd. Dat er heel veel dingen toch al vast liggen en dat er toch even een vinkje zetten en dan hebben we ook geparticipeerd en dan gaan we door. Daar ben ik het gewoon echt niet mee eens. Daar ben ik het gewoon echt niet mee eens. Ik heb dat in die stukken gelezen. Ik lees altijd de participatie inderdaad, paragrafen. Er is echt met heel veel mensen gesproken. Zeker hier of Leiden-Noord. Misschien dat je niet eens bent met wat eruit is gekomen. Dat kan. En daar kunnen we altijd over doorgaan. Nee, dat is een fair punt. Ja. Begrijp je? Dus, ja. Maar je kan niet vertellen dat hier niet is goed geparticipeerd. Wat we wel misschien concreet willen, is wat we... Ja, dan laten we dat even een klein beetje in het midden. Concreet, ja. Dat is bijvoorbeeld in Bioscience Park. We zien dat in andere bedrijventerreinen. Is dat we willen voorstellen als Partij van de Arbeid om een gebiedsmanager hier aan te wijzen. Dus die voor Leiden-Noord. Voor Leiden-Noord, die dus inderdaad alle ontwikkelingen, dus van 5000 extra woningen, nieuwbouw, de Kooiplein, allerlei extra ontwikkelingen, dat je dus ook
naast Zuidwest, naast Bioscience Park hier ook een gebiedsmanager zou moeten hebben. Die inderdaad gewoon fulltime hier probeert iedereen bij elkaar te zoeken. Dankjewel. Dan gaan we nu naar de klimaatactie nu, partij. Oh. Nee, we moeten echt een beetje aan het rijden. Ik wil ook, we maken er geen rijtje van, dus we houden nog een klein beetje diversiteit erin. Heb je die ooit al gezien? Ja, kijk eens. Daarachter. Achter de heg. Ik zie hem niet, maar ik geloof graag dat hij er is. Oh, oké. Okay. Ja. Marcel, ja. Ja. Ik weet niet of dit het meest ideale moment is om dan weer het woord te nemen, maar misschien dat jij... Ja. Komt helemaal goed. Ik ben gek op vogels. En, tenminste, was er van ooievaars sprake van. Nou, fantastisch. Ja, kijk. Participatie is eigenlijk een woord waar ik helemaal niet van hou. Ik zeg nog een keer, participatie is een woord waar ik eigenlijk niet van hou. Ik heb het vaak graag over betrokkenheid van mensen. Want wat moet er gaan gebeuren? Eerst, als er een plan gemaakt moet worden, dan gaan we naar de buurt. Dan gaan we vragen, wat is jullie wens? Hoe willen jullie verder? En dan ga je samen met elkaar ga je plannen maken. En dan ga je samen met elkaar een plan uitwerken. En op het moment dat het plan er ligt, dan ga je pas een ontwikkelaar zoeken die daarbij past. En de ChristenUnie zegt, we gaan eisen stellen naar projectontwikkelaars. Nee, we stellen voorwaarden. Een projectontwikkelaar kan zich inschrijven op een plan wat er al ligt. Wat een buurt gemaakt heeft, wat vanuit een buurt ontstaan is. En dat is zoals we moeten gaan werken. Dus eigenlijk moeten we de rollen helemaal gaan omdraaien. Van top-down naar bottom-up. Moeten we gewoon de plannen gaan ontwikkelen. En nou, dat is eigenlijk wat de toekomst is. En dat gebeurt al in een aantal gemeentes. Dankjewel. Dus het kan. Dankjewel. Eliander, van de Studenten voor Leiden. Ja, hoe zien jullie dit voor je? Ja, nou, onze partij is opgericht om een stem te geven als eerste aan jongeren. Omdat we echt het idee hebben dat die vaak worden vergeten. En dat is bij dit soort projecten ook ontzettend belangrijk. Naar de starters kijken, naar bijvoorbeeld studentenwoningen. Maar in ieder geval dat er een goede afspiegeling is van de mensen die in de wijk wonen. Dus wij zouden graag willen zien dat wijkverenigingen een adviserende rol krijgen bij de gemeente. Maar wel op de voorwaarde dat die wijkverenigingen ook een afspiegeling zijn van de wijk en de inwoners van die wijk. Dus wij zouden graag willen kijken hoe we dat kunnen doen. Hoe we daarop samen kunnen werken om te zorgen dat iedereen en elk perspectief wordt meegenomen bij dit soort projecten. Zodat het niet alleen iets is van bovenaf en waar maar een paar actieve mensen aan meewerken, maar dat iedereen hierin gehoord wordt. Oké, okay, nou. Ja. Ja, zeker. Ja. Dankjewel. Zoals u kunt horen vindt iedereen hier zo participatie belangrijk. Zo ook Partij Sleutelstad. Alleen voor Partij Sleutelstad is dit geen verkiezingsretoriek, want wij zeggen al 4 jaar lang dat er meer participatie moet en dat de huidige participatie onvoldoende is. Hoewel Partij Sleutelstad de burger dan wel zeggenschap heeft. Nou, via een drietrapsgesprek gekend. Het begint namelijk dat we een open gesprek met elkaar hebben en dat we vanaf de start met de bewoners praten, en dat moet op verschillende manieren, langs de deuren, met enquêtes, ook bijvoorbeeld via wijkverenigingen die vaak goed geworteld zijn in de stad en op die manier samen te starten met een plan schrijven. Op de tweede plaats, en daar gaat het in Leiden eigenlijk heel vaak mis, is dat er ook geluisterd moet worden. We moeten dus niet van tevoren zaken dichttimmeren, want dat is onder dit college helaas toch wel gebeurd. Dit college is gestart met een vuistdik coalitieakkoord waarin heel veel afspraken zijn opgenomen, waardoor er nog maar weinig ruimte is voor de gemeenteraad, maar ook voor u als inwoner om uw stem te laten horen in processen waarmee dan ook vervolgens wat gedaan kan worden. Dus dat moet anders. Als gemeenteraadsleden moeten we uiteraard ook de stad in om ook zelf van u te horen wat u ervan vindt en dat mee laten wegen in onze standpunt. En als laatste, en dat vinden wij als Partij Sleutelstad eigenlijk nog het allerbelangrijkste, is dat u desgewenst ook het laatste woord kunt hebben over een plan. En dat moet uiteraard via een referendum, want een referendum is de participatievorm die het meest laagdrempelig is en waaraan de meeste mensen deelnemen. Dankjewel. Het CDA. Ja, dank. Ik had nog even wat tijd om de woorden van mijn collega hier links van mij op me laten inwerken. De woorden van participatie is goed gegaan en Leiden is heel gezellig. Nou, dat eerste dat Leiden heel gezellig is, dat is zeker zo. Maar de participatie goed is gegaan, dat vraag ik me wel af. We hebben hierbij een referendum gehad van meer dan 4000 hele boze mensen. Roomburger Park, totaal drama geweest. Was volgens mij niet een heel leuk participatietraject voor alle deelnemende partijen. Dus of participatie nou goed is gegaan, dat vraag ik me wel af. En ik hoop eigenlijk dat Partij van de Arbeid samen met het CDA
in de komende jaren wel wil werken aan betere participatie, namelijk vooraf veel beter met de mensen in gesprek gaan van joh, wat vinden jullie daarvan? In plaats van dat ze mogen beslissen over de kleur van de wipkip en dat de rest allemaal vaststaat. Dus ik hoop dat dit... Dat is niet helemaal mijn politiek, moet ik wel zeggen. Maar, niet dat het CDA niet verleent, maar ik bedoel, we moeten ook zorgen dat we natuurlijk ook niet te veel kleine wandleidertjes maken. Dan mag ik toch wel zeggen, als mijn buurman zo hard staat te lachen en ik stiekem eigenlijk een beetje meestal te lachen, dan moet ik maar meteen een beetje klubbeken. Nee, maar ik kan me hier alleen maar uitredden door dan nu te vragen of misschien de microfoon door mag naar Harvard voor eigenlijk een slotwoord. Ja, ik sta hier natuurlijk als vertegenwoordiger van een partij die stem geeft aan zij die geen stem hebben, die hier in de lucht rondvliegen. Maar we voelen ook steeds meer dat het niet alleen de dieren zijn die geen stem hebben, maar het zijn ook de inwoners van Leiden die amper een stem hebben. Denk aan een meer Roodburgerpark waar men in verzet moest komen tegen een hockeyveld. Een discgolfbaan in Kronenstein, waar petities voor opgericht werden. Denk aan die duizenden mensen die een petitie oprichten tegen Lied en die niet gehoord werden. En dan zeggen van dat participatie onder dit college goed werkt. Nee, sorry. Dat doet het niet. Dat moet anders. We moeten niet over mensen gaan praten, we moeten met mensen praten. En dat moeten we eerder doen. En al bij het opstellen van plannen moeten we samen met de buurt gaan kijken van wat willen we en wat kunnen we doen om de stad leefbaar te houden en leefbaarder te maken. Want dat is nodig. Hartelijk dank. Daarmee, zeg maar, met deze laatste woorden zijn we ook aan het einde van dit debat gekomen. Die laatste ronde, ja, die schrappen we natuurlijk, omdat we daar gewoon simpelweg geen tijd meer voor hebben. Maar ik heb veel gehoord, of we hebben veel gehoord over participatie of over betrokkenheid, hoe je het ook wil noemen. U bent hier alle, zeg maar, op uitnodiging van een aantal burgers die een initiatief zijn gestart om uiteindelijk ook, zeg maar, met elkaar de schouders onder Leiden Noord zetten. Als ik jullie een beetje zo hoor, dan lijkt het erop dat alles en iedereen daar ook, zeg maar, aan, of in ieder geval dat omarmt, zeg maar, dat we dat zijn gaan doen. Maar nu weten we natuurlijk ook dat jullie allemaal politici zijn, dus we willen jullie dan ook heel graag vastleggen. En nu begrijpen we ook dat misschien niet iedereen zich laat vastleggen, dat kan natuurlijk ook. Maar we willen in ieder geval aan jullie vragen dat om jullie, zeg maar, we hebben uiteindelijk een soort van verklaring. Ik wil wel eigenlijk nog één ding zeggen wat ik wel aantrekkelijk vond, ook in wat, ik weet niet meer wie het zei, maar dat je inderdaad, dat je moet zorgen dat als je dus participeert, dat je dat dus inderdaad met alles en iedereen doet, zeg maar, ook juist met de mensen die hier niet zijn, want dit is inderdaad wel een bepaald type mensen wat het misschien is. En ik vind ook dat je, dat als we dit tot een succes willen maken, dat zou eigenlijk het vierde punt zijn, dat we dan ook inderdaad ervoor zorg moeten dragen dat we het ook echt daadwerkelijk met alles en iedereen hier in deze wij doen. En niet alleen met de usual suspect. Dat heb ik in ieder geval voor mezelf meegenomen. En als ik even zo de mensen ken waarmee we dit zijn opgestart, dan zal iedereen daar hardgrondig mee eens zijn. Nu willen we dan aan jullie vragen, zeg maar, we hebben een verklaring opgesteld en die luidt eigenlijk heel simpel. We willen in Leiden Noord slim bouwen. En nu begrijpen we natuurlijk echt wel dat Leiden Noord veel meer is dan alleen maar bouwen. Maar dit is wel één van de dingen waar een heleboel thema's nu in samenkomen. En we willen dat doen door samen met de wijk te kijken hoe we willen leven. Samen met de wijk te kijken hoe we de ruimte in de wijk zo goed als mogelijk kunnen benutten. En we willen samen met de wijk, te ontwerpen in een gelijkwaardig interactief proces. Het is niet zo dat ik er emotioneel op word, maar... de politici die hier zijn en die dat willen, wil ik vragen, zeg maar, of zij het ook willen... Tekenen. Ik heb alleen een rode stift gekregen. Mag ik misschien een zwart stift? Ja. Als jullie tekenen, krijgen jullie een warme bitterbal. Ja, de kleur van Leiden. Ja. En dat is ook een vorm van burgerinitiatief. Mensen hadden het te koud en vonden dat er bitterballen moesten komen. Oh ja. Veganistische bitterballen. Het zijn veganistische bitterballen. Oh, ja. Mag ik dan... Ja, wil jij als ja, zeker. Tekenen? Ja? Ik sta te trappelen. Nu wil wel het geval dat Leiden participeert zich nog pas op het allerlaatste moment heeft opgegeven. Dus zet hem maar ergens neer dan. Ja. Oh echt? Oh kijk eens. Nou, dat is het. Precies. Hup, die handtekening eronder. Dat is het. Hartelijk dank. Zo doen we dat, jongens. Participatie. Mag ik hier? Ja. Ik vind de intentie heel erg goed, maar ik ben ook politicus en daarin ben ik ook niet naïef. Dit is bij mij niet gedeeld met de fractie, dus...
ik ondersteun het. We gaan aan de slag. De volgende periode zeker. En dan komen we er zeker terug. Maar zonder consultatie van de fractie kan ik niet zomaar beloftes tekenen. Maar ik ondersteun jullie zeker en we blijven zeker in contact. Dankjewel. Partij Sleutelstad. Ja, ja. Wij kunnen dit zeker tekenen. Het sluit naadloos aan op ons programma. Dus, Ja, tuurlijk. Heb je getekend? Oh, ik heb niet getekend. Harbert? Ja? Ja, dus Partij voor de Dieren. Het komt zo overeen met ons verkiezingsprogramma dat ik zonder overleg met mijn fractie gewoon kan tekenen. Ik heb getekend. Maar dan mag een linksvegetariër. De ChristenUnie? Ja, zeker, ik zei net al, in feite kan bouwen echt niet het motto zijn. Bouwen is wat de ChristenUnie betreft, bouwen aan gemeenschap. En dat doen we dus. Van onderop met de plan die we samen met de buurt maken. Dus ik kan dit van harte ondersteunen en wil jullie danken voor dit prachtige initiatief. We hebben nog altijd wel een groot probleem gebouwd. Is u net voor Leiden? Ja, we staan nu er niet bij, dus ik ga. Ja, nee, wij ondersteunen dit ook helemaal. Wij zijn ook opgericht om meer met mensen samen te gaan werken en meer mensen te betrekken hierbij. Dus, ik ga het erbij zetten. Nou, zet hem maar ergens neer dan. Marcel? Klimaatactie nu? Ja, uit het hart gegrepen. Dus ik kan alleen maar mijn handtekening zetten. Tobias van het CDA? Inhoudelijk ondersteunen wij hem volledig, maar we gaan hem nu nog niet tekenen. Want we hebben het ook eerst met de fractie, een nieuwe fractie opgesloten. Ja, nu denkt u misschien, wij overvallen ze mee, dat is niet helemaal waar. Hè? We hebben het al een week geleden laten zien, maar dat geeft weer nu. De SP. Ja, jullie schreven eerst het leven, daarna de ruimte en dan het wonen. Nou, dat waarderen we vanuit de SP enorm. En het kan alleen maar samen met mensen. Dus vanuit de SP van harte steun om dit te ondertekenen. Dankjewel voor de organisatie. Alex van GroenLinks. Ja, supergoed initiatief. Ik moet zeggen, dit is de eerste kennismaking die ik met jullie heb. Dus voor mij echt een Nieuwburg initiatief. Supergoed om te merken dat jullie opstaan en ideeën over je stad hebben. Maar omdat dit echt, we hebben nog geen gesprek met elkaar gevoerd. Ik nog niet precies weet waar ik voor teken. En ik wil wel zeg maar dat mijn handtekening ook ergens voor staat. Ik wil heel graag met jullie eerst in gesprek. En deze uitgangspunten op zich ondersteunen jullie helemaal. Maar laten we eerst even met elkaar gaan kijken hoe we het vormgegeven. Hartelijk dank. Even kijken hoor. Hebben we dan alles en iedereen gehad? Dat denk ik wel, hè. Mag ik dan de mensen die dan... we moeten ook af en toe wat doen voor het nageslacht. Willen dan de mensen die dit getekend hebben, mag ik jullie vragen om nog heel even dan één keer bij elkaar te staan. En die heel eventjes dit op te houden.